En dan terug naar de viering van 1 juli. Het directoraat cultuur heeft gisteren in verband dus met de afschaffing van de slavernij de Kitty Kotti 2022 Pewego Festival of Freedom georganiseerd. Dit is een driedaags festival vol met beelden, kunst, beeldende kunst, muziek, lezingen en nog veel meer. Volgens Clifton Braam, onderdirecteur van het directoraat cultuur, moet je weten waar je gaat, vandaar de naam Pewego. De afschaffing van de slavernij kan op verschillende manieren worden herdacht, zegt Braam. Als je hoort Pewego, dan lijkt het op een vraag. Pewego, waar gaan we naartoe? Maar het is niet maar alleen maar een vraag, het is ook een bevestiging. Pewego, we weten waar we naartoe gaan. En waar gaan we naartoe? We gaan vooruit. Oesapsapsa nou bakka. We kennen onze historie, we kennen onze geschiedenis. Maar nou adeprespari voor Oesabi wat we ermee gaan doen. Een belangrijk gegeven bij dit alles is natuurlijk vrijheid. Geweldig recht van alalibisma. Wat doen we met onze vrijheid? Wat betekent onze vrijheid? Hoe gebruiken we onze vrijheid? En daar gaat het om, onder andere ook bij het directoraat cultuur, als we kijken naar de creatieve vrijheid van kunstenaars, van artiesten. En dat laten we vanavond bijvoorbeeld ook zien, vanaf vanavond zien, met deze expo. Mensen die hun creatieve vrijheid erop losgooien. Om zaken die te maken hebben, uiteraard met die afschaffing van die slavernij en die slavernij, te laten zien. Volgens directeur George Struikenblok van G Artblok Galerij, waar de expo en het festival wordt gehouden, is dit al een jaar in de planning. Kunstenaars worden in de gelegenheid gesteld om hun werken te laten zien op het gebied van de afschaffing van de slavernij. We hebben kunstenaars bij elkaar gebracht. We hebben ze wel gezegd, Festival of Freedom, je werk moet iets over de vrijheid hebben. En er is een commissie geweest die heeft geselecteerd, ook op een bepaald niveau, want we nemen ook niet alles. Want je wil mensen wel stimuleren, maar je stimuleert hem wel de juiste, weet je, juiste kant op. En dat hebben we gedaan en het is een prachtige show geworden. We hebben beelden, u ziet het, hele grote beelden hebben we van Jundri Udenhout, van mijzelf. We hebben beelden van Ted Heijmans, schilderijen van Leo Wong Loy Singh. Dus zijn klinkende namen. Dus ja, een festival. Ik zeg, het is een heel mooi festival. En het blijft twee dagen nog. Dus ja. Hier achter ons? Ja, dit moet ik natuurlijk niet vergeten. Dit is archeoloog. Ja, het zijn fondsen die zijn gevonden. En we hebben gezegd, als directoraat cultuur doen we ook andere dingen. Los van kunst en cultuur zijn er ook spullen hier die ooit zijn gevonden. En ze hebben het ook nooit, ik wil zeggen, niet, ze laten het niet altijd zien aan mensen. Maar voor deze expositie willen we wel, hebben wel gekozen van, hey, laten de mensen zien wat archeologische dienst ook heeft gevonden. De heren hebben daarom ook een mooie en gepaste manspassie boodschap. Mijn boodschap, laten we van elkaar houden. En laten we het doen in opdoen schijnbaar, in doing. In horus revi, precies like zei Psaja. Mi manspassie boskopu, bika manspassie na wantori fufri. Ufri? En me kusabi fawego omdanga afridu abi. Free no altijd wan tak de kan do sei wani. No, no. Grens de. Sande peim horis refi. Want so lezu e bereken tak u free de su kan tak so wan u kan do so wani. No, no. Free in denki. Fugo praxer peyego. Free in do. Fu do alasan sagado gilek talent. You free fu sor dati. Fu god doro nanga dati fu chadat ka doro. En dat unu fu cultuur ook toe e chaka fesi.